Een hele goede avond. Welkom bij deze nieuwe video. Het is avond en het is nog altijd licht. Dus dat is echt heel fijn. Ik geniet daar eigenlijk best wel van dat zo tegenwoordig terug zo langer licht is. En zeker dat we ook terug opnieuw weer moeten werken. Want vandaag hebben wij weer een eerste werkendag gehad. En wij staan nu trouwens bij mijn mama thuis. Jules heeft vandaag hier gespeeld nog met zijn neefjes. En nu ligt hij hier. Kijk eens. Zijn voetjes in de lucht. Nog een beetje melk. Dat heeft hij altijd niet afgeleerd na al die dagen, na al die jaren. Ja. Maar overdag drinkt hij wel veel minder veel melk, of bijna zelfs nooit meer. Tegenover vroeger dronk hij zeker een flesje of 6 à 8 per dag. En nu is het tegenwoordig echt enkel maar 's avonds vlak voordat hij gaat slapen of 's middags voordat hij gaat slapen. Maar niet meer zoveel als vroeger, Jules. Want hij eet nu ook heel veel vaste voeding, hè? Hij ligt hier echt wel te genieten, hè, met zijn papa. Poeten in de lucht. Schrappig, hè? Dus het was vandaag terug een werkendag voor ons. En het was eventjes een beetje spannend. Want ja, we wisten ook niet zo goed of mensen wel gingen weten dat we dus wel terug open waren. Maar eigenlijk denk ik wel dat heel veel vaste klanten toch echt wel hebben alweer teruggezien. Dat is ook heel fijn. Dus iedereen wist eigenlijk echt wel dat we wel terug open waren. Maar we hebben ook wel heel erg hard ook wel onze best ook wel ervoor gedaan. En ook het nog aangekondigd via Facebook, via Instagram, stories. Allee, we hadden echt ook wel een beetje ook wat we aan het aankondigen. Ze hadden niet dat we aan het open gingen. Dus mensen wisten het wel als ze ons op onze social media volgen. En er was vandaag ook een volger van ons, hè? Riet is vandaag geweest. Ja, Riet is vandaag geweest. Samen met haar zoon. John, denk ik dat die meneer noemt. Ja. Zij wonen in Breda en ze zijn helemaal tot met bij ons gekomen. Prinsenbeek. Dus bij Breda in de buurt. Ze zijn helemaal tot met bij ons gekomen, dat is heel leuk. En ze hadden ook nog een verjaardagskaartje voor onze Jules mee, want onze Jules is binnenkort jarig. Ze hadden een verjaardagskaartje mee. Maar dat krijgt hij maar pas op zijn verjaardag, Jules. De 15e. Ja, 15 juni is Jules jarig. En dan wordt hij 2 jaar. Zeg Jules, hoeveel jaar word jij? Normaal gezien antwoordt hij zo 2, maar dan zo 2 handen, 1 vinger omhoog. In plaats van dat hij zo doet, doet hij zo 2 handen, 1 vinger. Dat gaan we trouwens ook nog vieren met al zijn grootouders. Met mijn vader en, en zijn vrouw, met mijn mama en haar man. En ook nog de mama van Jeno gaat ook mee, hè. Dus dat wordt heel leuk. We gaan weer opnieuw zoals eigenlijk. Ik heb dat vorig jaar gevierd toen nog aan zee. Dat vond ik heel tof. Met z'n allen zo. En nu gaan we dat vieren in Centerparks in Nederland. Dat wordt ook wel heel leuk. Maar dat is nu nog niet. Dat is nog eventjes aftellen. Eventjes afwachten. En mannetjes, ik heb kiekpijn in voeten. Ik weet niet wat bij u zit. Dat is heel gek. Ik heb al die weken zoveel rond aan het lopen geweest. Je hebt weer andere spieren weer al gebruikt. Ja, ik heb echt pijn in mijn billen. En mijn voeten ook. Dus we hadden wel geluk, want we mochten hier vanavond nog gewoon aanschuiven, nog mee eten. Toen we onze Jules kwamen ophalen, moest ik al niet meer koken. Hè? Oh. Arm schaapje. Arm lief schaapje. Wij zijn altijd trouwens een beetje verkouden, onze Jules. Maar het gaat wel al veel beter en hij heeft ook niks meer van nog eigenlijk koorts. Dus dat is ook goed. Hè? Vertel eens iets. Je bent blij, hè? Weet je, knuffel bij papa. En zwaaien nog naar oma. Dag, oma. Knuffel. Nog eventjes en we vertrekken weer, oma. Ja. Je zegt wel ja, hè? Maar naar waar gaan we? Ja? Naar waar gaan we? Wie? Wij? Nee, wij. Hoi. Ik zeg, wij gaan op vakantie bij Jules en over de jaren. Ja. Ja. Ik weet toch waar we het over hebben. Jules, jouw verjaardagsfeest. Ja. Jules is heel belangrijk, hè, schat. Ja. Ja, ze. Knuffel, schat. Ja. Maar hij is ook moe. Het is mijn schatje ook. Het is zo'n vrouw van mij. Ja. Oh, je hebt nog een kusje. Was dat een kusje van oma? Ja. Dat is lief, Jules. Mwah. Dat is heel liefste schat, dankjewel. Geef oma eens een kusje, Jules. Kijk eens een kusje. Kijk je kusje. Dat was een goeie kusje, hè, mama. Hè? Ja. Pik er zelf maar één kusje, hè. Ik denk, om heel eerlijk te zijn, ook niet dat er nog heel veel nog gaat eigenlijk gebeuren vandaag. Denk je dat wel, Jules? Wat gaat er vandaag nog gebeuren, hè?
Koek, koek. Dus ik denk ook niet dat er nog heel veel nog gaat eigenlijk gebeuren vandaag. Dus ik denk het ook beter deze video gewoon afsluiten. Dus een beetje een gekke video. Normaal gezien proberen we echt wel iets meer ook wel eigenlijk in beeld te brengen. Maar vandaag was het echt even zo terug even in gang schieten, erin komen. En ik heb vandaag trouwens ook voor de eerste keer in 5,5 jaar tijd een fout gemaakt in ons koffiehuis. Net vandaag. Weet je nog, schat, wat ik heb gedaan? Tuurlijk weet ik het nog. Er was iemand, ze had een glutenvrije croque-bonnies gevraagd. Maar Jeno is eigenlijk gewoon in de keuken over de bonnies een vraag komen stellen. En ja, in mijn hoofd zat het dan dat ik dus ja, een pasta bonnies moest maken. Maar ik had dan eigenlijk niet meer verder echt eigenlijk op eigenlijk het lijstje gelet dat Jeno had eigenlijk opgeschreven. En daarop stond dus een glutenvrije croque. Met dan daarbij bonnier de saus. Maar ja, dus had ik natuurlijk helemaal totaal niet gelezen. Ik wist het ook niet dat het glutenvrij was. Dus heb ik daarna nog heel snel toch nog ook nog even een krok gemaakt. En ook nog bonnier de saus erbij. Maar dat was dus echt de eerste keer dat ik dus eigenlijk een fout maak bij Gautier. Of er al een paar aan gemaakt. Maar voor mij was het nu de allereerste keer. Dat was wel niet zo fijn. Maar het is wel heel erg vlot ook wel kunnen opgelost worden, gelukkig. Als die persoon ook kijkt, sorry daarvoor. Ja, het is niet echt zo van eigenlijk mijn gewoonte om zo'n fout te maken. Terwijl Philippe trouwens ook nog aan het tekenen met een balpen op een papiertje. Wij gaan naar huis. Wij kruipen ons bedje in. En wij zien jou heel graag morgen weer voor een nieuwe video. Ciao! Ga je zwaaien? Dag! Dag!